Paniek, paniek. Op Park Prinsenmeer voltrekt zich een ramp met de fontein. Nog een week staat die fontein hartstikke scheef. Ik weet niet of je er al gezien hebt, of niet? Nee, nog niet echt. Nee, dan let je niet op. Want die fontein die hangt scheef en die draait allemaal rondjes. Ja, wij gaan wel even met de waterfiets kijken. Nee, recht. Nou gaan we zigzaggen. Vooruit, vooruit. Ja, houd toch op, ik ben geen hond. En het is alweer een jaar geleden dat de Sint het kon opbrengen om de familie Gillis te ontmoeten. Ik zie er echt tegenop. Een flinke knol. Ik ben Piet. Oh, dat ik niet. Nee, dat kan niet. Mijn ding is vast. Oh. Wat ben je allemaal aan de rut? Ik stoot mijn hoofd aan die takken. Iedereen die maar tijd vrijmaakt om de Pint en Piet, of de Sint en Piet te ontmoeten, met een brede glimlach en vriendelijk te begroeten. Schat! Schat! Heel veel reden om feest te vieren heeft Peter al lang niet meer. Maar gelukkig staat 5 december op de kalender. Ja, is gauw genoeg Sinterklaas, of niet? Dat is bijnaam. Wou je er iets aan doen? Nee. Nee? Is toch leuk? Ja? Ja, ik zie het al helemaal voor me. Dat we moeten gaan knutselen en zo. Leuke surprises maken. Ik ben een familieman, hè? Dat is, natuurlijk vind ik dat leuk. Ja, maar dan gaan we dat inplannen. Dus al onze barretjes even facetimen. Ja. Wat je van de ideeën vindt. Hallo. We hadden even over Sinterklaas, hè? Ja, Sinterklaas. Nou, ik kwam met het briljante idee om misschien leuk Sinterklaas te vieren met elkaar. En dan surprises te gaan maken, loodjes trekken. Net als vroeger. Maar dat is een briljant idee, vind je? Ja. Zie je mijn vader al een surprise maken? Ja. Nee. Ja, ja. Nee. Nee, ik zie mezelf ook niet echt iets aan elkaar knutselen. Maar dat is nog te discussiëren. We gaan in ieder geval beginnen met de loodjes, dat is leuk. Loodjes trekken en loodjes kopen vind ik wel leuk. Leuk idee, toch? En dan bij jou thuis, denk ik, dat is het beste. Dan heb ik geen rotzooi hier. Nee, lekker bij ons. Is goed. Goedjes. Goedjes. Ado. Je merkt het. Het enthousiasme spat er vanaf bij Mark. Hij zal aan de bak moeten. Een gezellige Sinterklaasavond staat niet heel erg hoog op zijn verlanglijstje. Dus heeft hij zijn broer Ruud geronseld om hem er doorheen te slepen. Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh, wie... Hallo. Hallo. Binnen. Ja, zonder kloppen. Oranjeitje? Ja, lekker. Veel, weinig? Oh, ja, doe maar veel, maar niet te veel. Nou, ik krijg niet meer, dus je doet maar mee. Extra sterk. Vriend, ik heb hier verlanglijstjes die we hebben moeten vullen. Voor de surprise bij papa. Nee, verlanglijstjes. Nee, we gaan bij papa met Sinterklaas gaan we surprises doen. Dus we moeten een verlanglijstje willen wat we wel hebben. Oké. Okay. Dan gaan we loodjes trekken. Ja. Dus begin maar met schrijven. Ik moet in ieder geval bovenaan beginnen van. Oh, dat is wel makkelijk. Ja. Dat dan gaan we eigen naam opschrijven, hè? Ja. Ik zal mijn eigen naam er ook opschrijven. Mark. We hebben een budget van 50 euro. Mijn allergrootste wens, tja. Een goede conditie. Een leuke vriend. Kan ik een striptease vragen? Een deo striptease. Ik zal opschrijven, een verrassing mag altijd. We schrijven een verrassing met 1 R of 2. Maar 1. Ja, past precies aan. Ruud, waar heb jij nou echt nodig? Meer IQ. Meer IQ, ja. Ja. Dat kan ik ook wel gebruiken. Leuke dingen doen met de familie. Peter is er gek op. En op Sinterklaasavond wil hij gezellig pakjes openmaken. Dat is weer eens wat anders dan een dagvaarding. De kindertjes komen nu loodjes trekken. Hallo. 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 Hey. Hallo. Gezellig dat jullie er zijn. We hebben Erik ook maar meegenomen. Ja. Heel gezellig. Allemaal peternoten hier. Peternoten. Wow. Maar leuk dat jullie er zijn. Ja, Sinterklaas, hè? Ja, loodjes trekken.
Ja. Ingewikkelde surprises stelde Mark voor. Dat stelde ik juist helemaal niet voor. Nee? Nee. Ik vond dat dus ook leuk. En ik zie dat Erik dat ook leuk vindt. Gaan we stemmen? Voor. Voor. Tegen doen. Gewonnen. Dan niet. Maar wat wel leuk is, is om gedichtjes te schrijven. Dat doen we dan wel. Dat hoort er wel bij, toch? Dat wordt een kort gedichtje, denk ik. Nou. Die er van mij krijgt. Iedereen zijn loodje bij. Dat wil ik bij ik wel horen, dat is handig. Goed schudden. Voor gebruik. Eerste dames. Huppatee. Wie? Wie ben jij? Ik zou het niet vertellen. Ik heb ons ene. Ik moet natuurlijk wel het een en ander regelen. Hey, ik ga mijn wacht niet nog laten groeien. Nee, ik denk dat er gewoon een echte Sinterklaas zou moeten duren. Ja. Echt. Wie gaat dat regelen? Dan kan ik er geduld in hebben. Ja. Dan gaan wij versiering halen samen. Oh ja, dolle pret. Neem je met mij mee? Ja, zeker. Top. Om je te versieren ben ik wel een beetje laat mee. Maar nee, nee. Nee. Nou, spreken we zo af, hè? Ja. Nou, ik heb er zin in. Koffie naar jou? Pepernootje erbij. Lekker. Lekker. Tot zover gaat alles nog goed. Maar JP en Leo weten nog niet welke onzalige klussen straks in de schoenen krijgen geschoven. Vorig jaar waren Jut en Jul Sint en Piet. En dat stokje dragen ze nu graag over. Oh, wie klopt daar? Klop, klop. Kleine kinderen. Hey. Sinterklaas en Piet. Ja. Nou, wij waren het vorig jaar. Wij zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe hulp Sint en hulp. Iemand om een stokje in over te dragen, zo gezegd. Oh. Had al iemand gevonden? Ja. Ik zie er in ieder geval twee zitten. Ja. Je mooi nee, luister eens, wij gaan dit jaar Sinterklaas bij papa thuis vieren. En dan waren we eigenlijk op zoek naar een hulp Sint en een hulp Piet. Ja, dan zullen we nog even moeten zoeken. Nou, wij dachten eigenlijk aan, aan jou en ja. Leo. En nee, ik heb geen zak vol met cadeautjes bij, daar zit iets anders in. Het heeft iets te maken met passen en meten. Een rolmaat? Nee. Even kijken, jongens. We zitten allemaal in een zak van... Geen kat? Nee. Pas me eens. Blijf maar zitten, doen wij wel voor jou. Hey, Ruud, jongen. Kijk. Net echt. Nou, Sinterklaas hebben we al gevonden. Hier, die meid er op zijn kop. Oh, ja, ja. Ja, rustig aan, Ruud, dan dat ik scheurt in de midden. We hebben hier nog een baard. Ja, kan er een beetje voor mij aan zitten, mag. Ja. Ik hoop dat ik hem paste, Jan-Pieter. Oh, hier, Leo, dat is voor jou. Panty. Die paste ga zeker, want die heb ik vorig jaar aan gehad. Nou jongens, ik zou zeggen, pas en meten. Probeer het eens even aan te trekken en dan... Wacht, wil je drinken wat koffietje of niet? Als je hulp nodig hebt, dan roep dan maar. Dat gaan ze. Ja. Wat een duo. Nou, ik... Je ziet het in mijn eigen antwoord, hoor. Jan-Pieter laat ik op een paard aankomt. Ik zie Leo ook nog niet over het dak lopen, eigenlijk, maar bedoel... Nee, dat ook niet. Nee. Bij het loodjestrekken voor Sinterklaasavond heeft Peter dochter Inge getrokken. Die zit in de kamer ernaast, dus het wordt nog pittig om onopvallend iets uit te kiezen van haar verlanglijstje. Oorbellen, mascara, sjaal. Waar koop je die dingen? Hallo. Morgen. Ik kwam vragen of jij een kopje koffie wilde, maar... Nee, proost. Ik heb net al gepakt, dus... Okay. Nee, ik ben al voorzien, dus... Super. Anders roep je maar. Nee, ik zit even het weer te kijken. Het wordt slecht weer, dus... Ja, het is niet, niet best. Nee. Maar ja, weer voor de regio's. Paraplu in de auto, hè? Ja. Dankjewel. Joep. Frans, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Peter. Hey, hoe is het? Goed. Ga je slapen? Jazeker. Altijd, hè. Ben je op kantoor, Frans? Jazeker, ik ben op kantoor. Nee, dan kom ik even naar jou toe, want ik heb een Sinterklaas projectje waar ik jouw hulp even bij nodig heb. Jij bent handig met computers en ik niet. Dus, oké. Zie ik je zo. Dankjewel. Okay. Doei, doei. Thank you.
Ruud en Mark werken zich helemaal kapot. Ze zijn gesloopt. En nu zitten ze met een bak vieze automatenkoffie te wachten op Sint en Piet. Leuk dat echt. Oh, de meter valt af. Help die Sint eens af. Zet er even de meter op. Het lijkt sowieso al niet echt, wel Ruud? Ik weet niet wat er allemaal in zit, maar... Die baard zit sowieso niet goed, die cape die hoort groter te zijn. Nee, ergens heeft het gevoel dat het niet echt is. Maar ik vind het wel grappig gezegd. Ja. Maar probeer het wel eens even voor te doen, Sint en Piet. Nou. Ja. Kleine voorstellingen. Een beetje zware stem op en dan gaan we even een stukje voorlezen hier. Voorlezen? Ah. Wat staat er dan in het boek dan? Ja, gewoon, en daar staat niks in. Oh, dank je. Lieve kindjes, jullie zijn lief geweest of niet? Zal ik die stap even vasthouden? Dat is misschien wel makkelijk. Ja, dan... Ja, wat moet ik lezen? Wat er staat? Daar staat niks. Ja, daar moet iets verzinnen. Nee, nee. Maar een goede Sinterklaas kan altijd iets improviseren, dus verzin maar iets. Ja, ja, ik... Ik zou sowieso als beginnen met een andere stem op te zetten, want anders dan ziet iedereen dat je Jan-Pieter bent. Een andere stem? Ja, Sinterklaas is natuurlijk een zware stem. Ja, maar ja, dat ken ik niet. Verzin iets. Ja, wat moet ik zeggen? Verzin iets. Ja, zeg het maar. Lieve kindjes. Lieve kindjes. Zwaardere stem? Ja, maar ik ken niet zwaarder. Lieve kindjes. Ja, verder zegt hij toch nooit niks? Ik kan toch wel improviseren? Ja, ik ben er nooit Sinterklaas geweest, dat weet ik toch allemaal niet. Ja, kom op, man. Van die Piet kreeg ook verdriet. Dat wordt allemaal niks, Ruud. Nee. De jongens, trek de kleren maar uit. Van die Piet kreeg ook verdriet. Nee, dat wordt niks. Ik vrees het ook. Dus we zijn niet aangenomen. Nou, afgekeurd wel, maar aangenomen niet. Nou. Ik denk dat we gewoon op zoek moeten gaan naar een andere hulp, Sint en hulp, Pieter, of niet? Ja, daar ben ik ook tot dezelfde conclusie gekomen. Kom maar, Leo. Ja. Ga maar gewoon aan het werk. Ja, houdoe. Houdoe. Je hebt Peter net horen vertellen dat hij niet zo handig is met computers. Met vrouwen trouwens ook niet. Dus nu moet Frans helpen om een prachtig cadeau voor dochter Inge te kopen. Wat dacht jij? Ik had even gebeld, hè? Zeg het eens. Waar kan ik al mee helpen? Ik heb pakjes middag of avond en ik heb Ingetje getrokken. Dus ik moet jouw hulp. Je moet voor mij eens googelen. Een puzzel. Een puzzel? Ja, nee, dat is niks. Oorbellen, Frans. Ja, ik denk dat er wel iets is voor Inge. Waarom denk jij dat? Ja, omdat ze dat op dat lijstje zet. Nou, hier, kijk maar. Huisgeurtje. Mascara. Ik zou voor de oorbellen gaan. Ja? Ja. Dan kijk eens wat te koop is, Frans. Wacht even. Oorbellen. Valt best mee. Ja, hey, als hij snel zegt, dan is het niet veel. Hey, 4000 euro, nee, dat heeft geen zin. Ja, maar kijk, hier hebben ze ook al goede koper, hè? 2200 euro. Nee, hij moet een geintje blijven. Nee, ik had geen oorbellen van 6000, 5000, nee. Nee, moet een beetje geheim blijven. Nou, dan zou ik eens even... Kijk eens bij de oorbelletjes gewoon. Kijken of die ze hebben. We gaan kijken. Kijk, dit komt meer in de richting, Frans. Dit is wat ik bedoel. Ja, ik denk dat... Dat is ook een beetje een gouden look, hè? Bestel die maar voor mij. Deze? Ja. Oké. Okay. Maar ik denk een sjaal. Een sjaal, dat is ook altijd... Dat is ja, ook altijd leuk. Wie? Hier. 455 euro. Nee. Nou ja. Ja. Bestel die maar. Dat is een mooi kleurtje en zo. Dat, ja. En betaalbaar. Want dat moeten we hebben, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, Frans, bedankt. Ik zal als binnen slag wel rusten. Hé, hey, de groeten. Houdoe. Dank je. Houdoe. Dat gepruts met surprises maken is al lang afgeschoten. Dus nu blijft de schade beperkt tot wat simpele gedichtjes. Moet te doen zijn. En Ruud weet nu al wie dat moet oplossen. Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh. Ja. Oh. Random. Ik ben... Ja, even iets te zoeken voor het kabelhaspel. Dus... Dan kom ik even bij zitten, want zoek even een rustig plekje. Een rustig plekje? Ja. Kun je een beetje dichten? Dichten? Een lek dichten, of wat? Nee, gewoon dichten, mijn woorden. Ik moet voor Erik een gedichtje schrijven. Voor een goed heilige man. Maar ja. Waarom kom je dan hier? Ja, hier is lekker rustig. Anders word ik continu gestoord, hè. En moet ik ook nog wat doen, of... Stil zijn, duik. Stil zijn? En misschien heb je een creatieve geest, maar daar valt...
Creatief, ja, soms wel. Ja, soms zeker. Nou is Ruud nogal van de gadgets en heeft hij zich inmiddels verdiept in artificial intelligence. Oké. Is de wifi weg, hè? De wifi? Ja. Nee? Niet echt, Ruud. Het wilde echt niet werken. Maar dichten, doe je dat niet gewoon uit je hoofd? Nou ja, ik probeer een beetje vals te spelen, want... Vals spelen? Ja, wel. Hey, ik wil een gedichtje maken. Kun je me daarbij helpen voor Sinterklaas? Ah. Natuurlijk, Ruud. Wat heb je precies in gedachten voor Sinterklaas? Ik moet een gedichtje schrijven, maar dat wil niet helemaal lukken. Ik begrijp het. Gedichten schrijven kan soms best lastig zijn. Ja, klopt. Voor wie is het gedicht? Dan kan ik je gerichter helpen. Erik, en hij heeft een, ik moet Sinterklaas het gedichtje van maken. Hij heeft een heel lang lijstje en ik heb veel te weinig budget. Even kijken, hij is de zwager van mijn, of in ieder geval de man van mijn zusje. Kan je daar iets van maken? Hij doet niet meer. Zeker, ik kan een luchtig en leuk Sinterklaas gedicht voor Erik maken. Hier is een voorbeeld, lieve Erik. Sint zat te denken wat hij jou dit jaar zou schenken. Je lijst was lang, bijna een boek. Sint dacht, dit wordt een flinke zoek. Je bent de man van mijn lieve zus. Dus voor jou alleen het beste dus. Het budget laat niet alles toe. Dus Piet raakte ook een beetje moe. Toch hoopte Sint dat je zult zien dat het gaat om het gebaar bovendien. Is er nog iets anders waarbij ik je kan assisteren? Wil je me even voor mij uittypen? Zeker, Ruud. Ik zeg gewoon dat ik een paar uur mee bezig ben geweest. Maar die mevrouw die weet alle vragen die wij kunnen stellen. Maar die heeft overal antwoord op. Grotendeels wel, ja. Is Jan-Pieter lief geweest dit jaar? Dat weet ik niet zeker, Ruud. Ik ook niet. Alleen Sinterklaas kan beoordelen of Jan-Pieter dit jaar lief is geweest. En wie is de knapste man op Prinsenmeer? Ruud. Ja. Ja, dat komt alleen maar omdat die telefoon voor jou is. Nee, dat is gewoon objectieve waarheid, Pieter. Ja, ja. Sinterklaas vieren met de familie Gillis. Ik laat nog liever onverdoofd mijn teennagels uittrekken. Maar Wendy heeft er zin aan. Sterker nog, die slaat door en wil het hele huis versieren. Peter stuurt zoon Ruud mee om haar een beetje af te remmen. Dankjewel. Binnen zonder kloppen. Nou, blijkt goed verwelkomd hier. Och, Ruud, ze hebben aan jou gedacht. Kijk eens. Ja. Ik denk dat deze wel in gebruik is. Dat is de sleutel van succes, ja. Hoi. Please take some nourishment. You simply look deadly. Een mooie kwaaie butler anders hier blijft staan. Nou, we gaan even op zoek naar de versiering. Nou, we hebben ze hier. Daarom is eerst. Ja. Nou, we lopen deze kant op. Daar is het druk. Ja. Ik word altijd een beetje onrustig in zo'n winkel, hè? Ja, ik ben van mij al onrustig. Daar heb ik geen winkel voor nodig, maar... Nou, je kent hier wel alle kanten op. Ja, links en rechts. Dat is echt water, hè? Nee, vers soep. Water. Oh. Ja, Ruud aan het koken hier. Nou, eens even kijken hier. Ja, kijk, hier is de Sint-afdeling. Oh, kijk eens even. Kijk, krijg je gratis tasje bij, dat is fijn. Ja, ik zei, als Mark past hier niet meer in, dat weet je zeker. Dus dan moet ik iets anders kijken hoe we het terug naar Spanje krijgen, maar... Nee. Oh ja, we zullen hier hebben slingers. Slingers? Het leven is een groot feest, maar dezelfde Sint slingers ophangen. Zo, ik schrik me eigenlijk. Alles begint hier tegelijk te spelen. Nee joh, dit is echt niet goed hoor. Ik ga weg hier. We gaan weer naar Prinsenmeer. Waar al wekenlang sprake is van een kleine ramp. De fontein spuit namelijk scheef. De mannen hebben een poging ondernomen om het te fixen. De kettingen zijn helemaal doorgeroest. Dus dan moeten we nieuwe kettingen aan doen. Ja, we moeten even een duiker regelen. Nou, de duiker is geregeld. Niks geen scuba-toestanden met een snorkel, maar een high-tech ondernemer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, Mark. Teun, hallo. En wat is dat dan? Dit is een drone, onderwater drone. Oké, dan voor mij maar te beginnen. Moet ik ook nog iets doen? Even gemak houden, denk ik. Oh, kijk, ik zie iets. Kabel. Oh, wat is het? Ik denk ook dat die ketting juist los is, want hij hangt juist naar rechts. Ja, hij hing wel strak. Hing of hang? Hong? Hij hong toch? Ja, hij hong inderdaad. Maar die ketting die net al, die was gespot. Ja, die hing daar rechts van. Dat is toch hing. Maar, wat is nou het probleem?
is niet helemaal duidelijk. De drie kettingen die er beneden zijn, die zijn al heel groen en vergruisd. Dus misschien dat we alles even een keer schoon moeten maken. Ketting alsnog vervangen. Dat is de reden waarom dat scheef staat, daar zijn we nog niet achter. Dus, nee, dus zijn we nog niet helemaal achter, nee. Dat klopt. Ik even met de duiker erin en dan met een zierdukje. Ja, dat klopt. Jongens, groetjes. Yo, succes. Hoi. Hoi. Tot zo. Hing, hong, hing. Ja, hing. Deze hing in ieder geval. Of hong. Terwijl Mark druk bezig is met het managen van een fontein, stort broer Ruud zich op een stukje bosbeheer. Er moet gesnoeid worden, want die zooi groeit bijna naar binnen en Leo gaat mee om een oogje in het zeil te houden. Leo, ik heb een takker, weet je, even. Nou, dan gaan we dat even proberen op te lossen, hè? Ja, daarvoor neem ik jou mee, weet je. Leo, je hebt alles ingeladen, toch, waar ik zorg in had? Zal ik even kijken? Ja, zeker. Je bent natuurlijk niet de zaag vergeten, hoop ik. Nee, maar daar heb ik er twee van meegenomen. Twee takken zagen. Ja, als goed is, hebben we alles. Ja. Dat wekt vertrouwen, Leo. Ja, wekt vertrouwen, jongen. Echt waar. Duimpje op. Duimpje op. Gordel vast. Alles. Nee. Ah, jongen. Oh. Ja, kom maar terug, want hij zat helemaal goed erop. Kom maar. Ik denk dat de hendel niet goed staat, hou maar. Ja, ja, ik ken dat niet hendelen, zoiets. Ik ken dat niet hendelen, nee. Je moet hem over de kogel heen doen, hè, weet je wel. Daar zat hij. Oh ja, ah, die hendel zat niet helemaal goed, joh. Ah, gelukkig kreeg ik een subsidie. Voor jou. Ja, dat bedoel ik. Bij die fontein hebben ze eerst een drone onder water laten kijken. Komen ze tot de conclusie dat ze alsnog een man met een snorkel naar beneden moeten sturen. Het is me wat. De mannen. We zijn er klaar voor. We gaan er nou in en dan gaan we de boel schoonspuiten en kijken wat er los is. Kijken of we het op kunnen lossen. Hoe gaan we dat schoonspuiten? Want, een hoge drukspuit. Hoge drukspuit, ah, ja. Oké. Okay. De kettingen. Ja, die heb ik, die kettingen. Oké. Okay. Waar hebben ze dan? Ja, die liggen nog in de loods. Die ga ik daar ook wel afhalen. Nou, die gaan we niet dadelijk, die gaan we er nu afhalen. Wij zijn zo terug. Goed zo. Nou, ik ga de kettingen vervangen en ik heb geen kettingen bij. Wat is dat nou weer? Ja, maar we hebben ze toch? Ja, maar de voorbereiding is half werk, hè, Pieter. Pak jij de ketting, dan draai ik de golfkar. Ja, meeneem koffie? Ja, ik suiker erin, hè. Ja, ja. Koffie! Yes. Alsjeblieft. Dank je. Wat ga je ermee doen? Waar zijn die kettingen? Oh ja. Jongen toch. De kettingen halen, dan komt je terug met twee bakjes koffie zonder kettingen. Ah, kijk. Nieuw in een doos. Nieuw in de doos. Zo. Ja? Jo. Hey, dat ding is kapot, jongen. Ja, ja. Ja, Oh, ja. Nou, omhoog. Oh, dat gaat niet. Als het met mijn geweld niet lukt, heb je niet genoeg geweld geworden. Kijk, dat ding is gewoon kapot. Ja, wij dat hij nou wel blijft zitten, hè? Als je gewoon met geweld doet, dan blijft hij gewoon zitten, hoor. Ja. Anders heb je niet genoeg geweld gebruikt. Kijk. Waar zou het probleem zijn, denk je? Huh? Waar zou het probleem zijn, denk je? Ik denk hier een paar takken, hè? Daarboven. Precies, Leo. Ja. En ik dacht, dat is mooi een takkenkruweetje voor jou. Kijk. Zagen, zagen. Wie de wagen. Wie niet waagt, die zaagt. Ik zou deze pakken, Ruud. Dan niet meer weg. Ja, baas. Even wachten, hij zit niet vast. De aanhanger niet. Ja, wacht even, wacht even. Nog even wachten. Even wachten. Kijk, Leo, daar is hem. Daar is de spirit. Ga zo door. Ik zal deze nog een beetje inkochten, die dik hier. Anders kan daar ook wel hier, deze. Kijk. Ah, oh, ja, natuurlijk. Er mag gewoon een beetje boven overblijven, Leo. Ja, 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 ja. Ja, dat komt maar goed. Ik wil je werkplaats niet. Heb je hier voor volgend jaar? Ik wil je werkplaats niet bederven, hè? Nee, maar zo wordt dat. Dan goed, in ieder geval volgend jaar niet meer eroverheen. Okay. Zijn we daar vanaf.
Oh. Jouw trofee voor vandaag, hè? Dat is mooi. Mag je thuis laten zien? Kijk, weet je wel, controleer hem zelf maar even, weet je wel. Als je mijn geweld vastzet, dan blijft hij gewoon zitten, weet je wel? Ja. Leo, ik hoorde wel niet wel dat je poot mist. Kom, andere kant. Oh, ja, baas. Dan ga ik even kijken of jij het door had, weet je wel? Ja, dat heb ik wel door. Gelukkig. Hier. Het mysterie van de op hol geslagen fontein wordt vandaag nog opgelost. Er staat een heel duikteam klaar om die megaconstructie weer op zijn plek vast te ketenen. Pak jij de kettingen? Ja, die zal ik wel pakken. Niet dat ik ze weer vergeet. Nee. Hij is er alleen geweest. Dag meneer. Lekker wel een maanmannetje, of niet? Nou, we hebben net schoongespoten en het zijn de kettingen niet. Dus die mogen terug naar de loods. Oh. Oh. Speciaal ketting besteld, dan hebben ze niet nodig. Ja. Een van de poten van de drijvers is los. De poten van de drijvers? Ja, twee poten die naar het midden gaan. Ja. Een daarvan is los. Bouten en moeren hebben we nodig. Bouten en moeren? Bouten en moeren. Dat kijk jou aan. En hoe lang? Pakken we met 50, 40. 50, 40, ja. En dan met die boutjes en die moertjes draaien jullie weer vast, staat hij recht. Ja. Jan-Pieter, als jij die boutjes en die moertjes gedaan, ik ben weg, ik heb een afspraak. Ga je mee? Ja, ik kom eraan. Ik zet mezelf even af bij de receptie. Ja. In Casa Gilles is het tegenwoordig gezellig. Peters nieuwe vriendin duwt rommel uit een pakje in de oven. Want dat ruikt zo lekker huiselijk. Dus kijk even mee naar een fijn geregisseerd tafereel. Schatje. Hallo, schat. Moet ik even helpen? Nou, je komt eigenlijk als geroepen, want je mag lekker gaan mixen. Nou, laat maar een stroom erop. Uitzetten. Ja. Dat is wel klaar. Kijk hier, is het onder de stof. Nou. Bestuif het aanrecht eventueel met bloem en rol het deeg uit tot een deegrol van circa 20 centimeter. 20 centimeter? Ja, dan weet je hoe lang dat is, hè? Ja, dat kan ik wel inschatten, schat. Ja, ook niet. Schat, dat lukt mij niet met mijn nagels, hoor. Wil jij dan maken, de pepernoten? Kijk hem. Schat, dat is niet goed. Nee, zo goed zo. Kleiner, kleiner. Ja, maar. Ja, jij maakt er peperkloten van in plaats van pepernoten. Dan heb je beter wat meer pepernoten kunnen kopen, of niet? Ja, maar dit, die heb ik toch. Maar dit vond ik echt leuk om even ook die speculaasgeur in huis te halen. Dat is ook even leuk zo samen. Dat is ook gezellig. Maar ik weet nog wel andere dingen samen te doen. Klaar. Zo. Hoe lang moet het erin, schat? 20 minuten. Oh, dan hebben we even pauze. Ja. Dan hebben we tijd over voor andere dingen. Ja. Ja, of niet? Ja. Goed ja, plan weer. Jij mag de keuken opruimen, schat. Voordat de Sint langskomt, moet de tent een beetje feestelijk versierd worden. En de twee mannen die je dat nooit moet laten doen, gaan dat doen. En die groen luchten, dat is wel een goed idee. Ja, ik denk een perfect idee. Maar ik denk dat we het niet hebben. Nee. Ik denk dat er weinig slingers op hangen. Dat hebben we niet meer wat we kunnen versieren. Ja, Benny en ik hebben in ieder geval het hele assortiment meegenomen. Want dit was het hele assortiment. Een ballonnenmix. Ik neem aan dat het wel zelf opblazende ballon zijn, toch? Hij moet wel iets meer als dat. Je hebt meerdere longen en houdt druk. Groter. Hey, maar hoe laat komt die beste man? Ik weet niet, ik neem aan gewoon op tijd. Zeg maar, goedkoop ballon, meneer Ritter. Ja, ik denk ja. Maar waar hebben we nog meer, Rit? Tafelkleed. Maar volgens mij ben ik degene die hier het werk allemaal moet doen. Jij staat er ook naar de eten te kijken. Ja, niet alleen te kijken. Ja, dat is wel een beetje klein kleed voor zo'n grote tafel, of niet? Klop. Zo, lekker bezig, of niet? Ja. Nou, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En lukt het allemaal? Maar het is op tijd klaar, allemaal.
Wij vonden het eigenlijk zo wel prima. Nee, ik zou hier ook nog slingers hangen, jongens. Ja, we hadden een hoop slingers, maar ik denk dat we die maar nergens aan vast gaan plakken. Huis, hoor. Nou, aan de gordijnrails, dat kan het wel. Daar zo. Gewoon, ja. Oh, hier ligt nog van alles. Wat is dat hier? Ja, dat is een blond die opengeklapt. Nee, die kan hier mooi aan hangen, jongens. Mooie slingers langs de kant. Een beetje sfeer en beleving. Ja. En die rode loper, die zou toch nog komen, of niet? Die blonde zou ik ook erbovenop leggen. Ik zou een paar meer opblazen. Dat ziet er in ieder geval voor de sfeer en de beleving mooier uit. Maar ik zie er allemaal namen. Dan zie ik een Petertje ook al bij staan. Ruud. Bij de groen staat niet zo nieuwsgierig. Dingen. Erik. Hier staat je wel. Waar lig ik dan? Wendy. En wat is mijn dan? Die jouw zak komt denk ik straks met de Sint en de Piet mee. Denk of zeker weten? Ja, maar ik moet weg, jongens, want ik heb het nog druk, hè. Dus, jongens, tot druk. Nou, dan zit ik in eigen bakken, dat zie ik wel weg. Maar... Ik heb wel weer ballonnen opladen, Ruud. Ja, dankbaar. Het heerlijk avondje is gekomen. Het avondje van Sinterklaas. Die man staat straks voor de deur en de familie verheugt zich nu al op alle pakjes. Mark en Ruud versieren zich een ongeluk, want ze willen geen glazer met de goedheiligman. Ja? Hangt er nou? Ja. Als jij die rode loper nog even uitrolt, dan ga ik de goedheiligman buiten even opwachten. Nou, kijk. Dat doen we nog een keer. We gaan meemaken dat het niet goed gaat. Nou, kom maar binnen mee, Piet. Kijk, dat ziet er al beter uit dan zo strak. Ja, helemaal in de feest. Slingertjes, de loper. Oh, kijk. Ja. Dus hier komt straks de Sint. Dat is wel te hopen, want anders hebben we niks gedaan. En dan heb ik de staf. Ja. Kijk, en dan ziet er wel met die slingers ziet er al heel anders uit, of niet? Ja, ja. En waar komt Sinterklaas zitten? Een beetje mooi versieren, denk ik, die stoel. Ja, dat zou kunnen. Dat zou ik al doen. Dat ziet er mooi uit, jongens. Ja. Huh? Wie heeft er hier al zitten snoepen allemaal? Ik, denk ik. Een beetje. Hè? Huh? Ik een beetje, denk ik. Dat is wel leuk, jongens. Ja. Ik zit te denken, is het niet beter dat we het daar doen? Meer compacter. Maar dit wil je allemaal daarin hebben, dus? Ja, ik zou het daar eens even opbouwen. Even kijken hoe het dan daar staat. Grapje, Ruud. Perfect. Nou, laat de heilige man maar komen. Ja. Maar ik zou wel die stoel even versieren. Doe ik. Oh, Jezus Christus. Het schat. Dat ding is... Oh, is dat hier? Ah ja. Oh, dit is echt niet goed. Die afzuigen maar aan, want ze gaat het heel thuis. En nou? Zwarte pepernoten. Nou, weet je wat we doen? Nee. Ik heb nog echte pepernoten. Oh, deze weg, ja. Ja, huppatee. Ja, papier erop, huppatee. Die even wegleggen, want die kinderen zien alles natuurlijk. Dan zou ik ze er even gauw inzetten. Ja, dan was een beetje. Als er echt de kinderen komen, doen we ze er net uit halen. Ja, huppatee. En dan zijn ze ook nog een beetje warm. Niemand iets ziet. Slingers, check. De geur van verbrande pepernoten, ook check. En Mark staat buiten klaar als eenmans ontvangstcomité. Kijk, daar zou je hem al hebben. Dat zie je aan die staf. De arme Sint heeft nog geen idee waar hij in terechtkomt. Oh, wie klopt daar, kinderen? Dat is Mark. Kijk. Alsjeblieft, knul. Jongens, toch? Klaas, ja. Oh ja, ik ben Mark. Kom maar binnen. Dat wist u natuurlijk al. Natuurlijk wist ik dag, meneer Mark. U ziet er beter uit dan vorig jaar. Ja. Jongens, we gaan vlug deze kant op, want de rest mag jullie nog niet zien. Oh, we gaan daarheen. Ja, we gaan hier... Ja, ik zie het al. Ja, we gaan weer de achterkant. Oh, telefoon. Wel, zingen. Hij vraagt, jongens. Hoi. Ah. Oh, hij staat voor de poort. Nou, ik kom eraan, ja. Yo, hey. Even ons eng, hè, zeg. Maar die mogen jullie nog niet zien. Kan ik jullie even in de auto gaan zetten? Tuurlijk. Wij gaan de auto in. Tuurlijk, ja. Ja, wel een klein beetje opschieten, want het is een verrassing. Mark, kan jij eventjes de staf vasthouden? De staf? Ja, maar dat gaat niet. Maar ik moet ons eng. Plant hem hier maar eens tegen... Zet hem hier rechts maar, tegen de conifeer aan. Schiet maar op. Bukken. Bukken? Lukt dat nog op uw leeftijd? Met jou, hoor. Ja, kijk. Iedereen komt ook tegelijk, ja. Klop, klop. Hallo. Het grote feest is al begonnen. Ja, het duurde al even voordat ik ons kwam halen. Ik ben al aangekleed, dus. Moet de bukken nou? Wij zijn nog niet, hoor. Zo. Huppatee. Zo. Ik heb wel zin in. Familie is compleet. Zo. Mag ik zien mijn cadeautje nog niet? Wat is het voor auto, joh? Een Rolls Royce, zo te zien. Er staat twee keer een R op. Zou hier ook allemaal verborgen microfoons geplakt zijn en zo?
Schatje, kom eens even hier. Ik ga de pepernoten pakken. Ik heb net pepernoten gebakken, dat ruik je denk Schatje, ik wel. Schatje, kom eens hier. Ik wou net zeggen, maar ruik ik. Die blij ei. Wel, je bent zenuwachtig voor de cadeautjes. Ja, ja? Mijn cadeautjes staan er niet bij. Ik heb ze niet voor niks gemaakt natuurlijk. Kijk, oh, die zijn goed gelukt. Kijk, dit is waar jullie roken. Er zijn maar weinig veel. Ja, ik wou zeggen, het is wel een beetje karig. Jullie papa het lopen snoepen natuurlijk. Lekker hoor. Weten zij nog dat wij hier zitten? Kijk, lekkere warme chocomel, happatee. Ja, gezellig zo weer, een familie. Ja. Hoe laat kom ik die Sinterklaas? Die is er al. Ja, maar die heb ik even verstopt in de auto. Zit je in de Rolls Royce? Nee. Ja. Nee. Ik kan slechtere plekken verzinnen. Nee, maar haal ze maar even, die hebben mijn cadeau bij. Oh ja, maar die zie ik hier niet liggen. Jongen, zou dat gebeuren? Ik weet het niet. Buiten kunnen we inzetten. Zit er ook in die auto? Zijn boek al was aan het voorlezen, denk ik. Mogen wij er nu? Komt eruit. Dag Sinterklaas. Ah, dag. Oh, kijk de Pieten. Oh, dat moet je nog niet laten zien. Oh, een cadeautje, laat eens kijken. Oh ja, daar staat mijn naam op. Ben ik al blij om. Peter. Hallo. Oh, dankjewel. Geweest, hè? Ja, ik ben altijd lief de witte, hè. Wie gaat er dan vegen hier? Daar hebben ze ook een veegpiet bij. Klaasje, kom maar binnen. Kijk. Want we zitten allemaal even recht. Daar een stoel voor mij gereserveerd. Ja, deze staat vol smaakvolle dingen. Kom allemaal wat gezellig dichterbij. Oh ja, een kringetje of zo. Kom bij mij maar op schoot in plaats van Sinterklaas. Huppatee. Kunnen ze ook een beetje zingen hier bij de familie? Nee. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn glaasje. Dank u Sinterklaasje. Kijk. Huppatee. Zullen we het hier behouden? We houden het hier. Ja. Ik was benieuwd, wat hebben jullie allemaal meegenomen? Voor de familie. Ik ben vannacht even langs geweest. De tafel ligt vol cadeautjes, dus ik zou zeggen, we gaan de zakken erbij pakken. Ja. Tenminste, als jullie lief zijn geweest. Ja, ik ben wel braaf geweest, Sinterklaas. Kijk eens. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Lieve Peter, wat heb jij een pittig jaar achter de rug. Gelukkig kwam je daar sterker uit terug. Niets aantrekken van wat anderen over je zeggen en schrijven. Maar juist altijd weer bij jezelf blijven. Dus Sint. Sinterklaas weet alles, hè? Absoluut. En daar hebben wij ook nog een mooie zak met cadeaus bij. Een kaars. Dankjewel, Sinterklaas. En nog één. Nah. Ik kan niet meer ruilen, dus dat komt goed uit. Dankjewel. Ja. En nog één. Ik heb zo vermoeden. Kijk eens wat een mooie kleur. Dankjewel, Sinterklaas. Oh, kijk. Oh, geurkaars. Oh, dat is altijd fijn. Die Sinterpiet zaten te bedenken wat ze Wendy in zouden schenken. Een kaars, denk ik. Ja. Ik denk het ook. Dat zou het. Oh, een geurkaars. Dat is origineel. Mooie sjaal, hoor. Nee. Mooi verpakt, hoor. Nee, oorbellen. Mooie oorbellen, Sinterklaas. Ik ruik hem hier al. Oh, spannend. Het is een goed hak, hè? Ik denk dat ze ook in de aanbieding waren. Oh, kijk. Oh. Die is leuk. Nou, gaan we naar het laatste cadeau. Oh, alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Oh, een autogeurtje. Dat is wel leuk. Dat is misschien nou ook wel nodig. Sinterklaas en Zwiet een uur erin gezeten. Nou. We nemen het zo weer in op eten. We gaan. Nou, lekker. Heel de vloer vol. Hè? Nou. Wie gaat er opruimen? Denk maar ik. Volgende keer in Massa's Kassa ontdekken JP en Leo ineens een loslopende horde fans. Wat ben je aan het doen? Gaan ze op de foto met die bus? Blijft hij nou foto's maken of was dat de bedoeling? Ja, denk ik. En Peter is in een romantische bui. En wij mogen daar allemaal bij zijn. Ik ben helemaal verplannig, niet? Ik wist helemaal niet zo romantisch aangelegd als pap. Jawel. Schatje. Schatje. Die is op de vlucht geslagen. Tot de volgende keer. Houdoe.